Tatoeages zijn populairder dan ooit. Op eerste paasdag werd in het bruisende Delft de allereerste tattoo-conventie gehouden. En in opmaat naar deze conventie ging een reporter uiteraard polshoog gaan nemen. Nou, hij ging van tevoren maar eens in twee studio's kijken. En daar gebeurden nogal wat dingen. Ga er maar eens rustig voor zitten. Het is eigenlijk een beetje als schijntje begonnen. Dennis die had daar eens een keer een rock'n'roll feestje-achtig iets georganiseerd. En toen vroeg hij eigenlijk aan mij, joh, het is leuk als je daar komt tatoeëren. Ik zei, ja, ik zeg, dat is wel leuk en aardig, maar GGD technisch kan ik dat niet maken gewoon. Ik zeg, maar wat we wel kunnen doen, ik zeg dan, tatoeëren jou die avond. Dus hebben we met drie tatoeëerders alleen op hem getatoeëerd. Tegelijk? Nou, om de beurt, gewoon aflossen. En toen zei ik eigenlijk als geintje van joh, ik zei, zal ik eens een keer kijken of ik een conventie van de grond af kan krijgen hier zo. Ik heb een paar kennissen en vrienden gebeld en die vonden het allemaal een onwijs leuk idee. Dus het zat eigenlijk binnen een week, waren de plekken bezet. Ook hier in Delft gedaan. Bij? Dapper Tattoo, de Oosteinde. Je hebt er niet iedereen bij, heb ik gehoord hè? Volgens mij zitten er nog drie in Delft die er niet bij zitten. Okay. A beautiful wife. Is het pijn of niet? Nee. Helemaal geen pijn. Helemaal geen pijn. Ik zit daar gewoon relaxed zo. 160. Oh, 160. Wat laat je zetten? Want je zit al helemaal onder. Naam? Haley, ik weet wat je nou gaat zeggen. Kopter. Ja. Hoezo? Hij wil nog hier. Ja, maar hij wil heel veel. We gaan wel kijken op de conventie. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan ons wel zien. Wel kijken. Ja. Ja. Op de scooter komen we. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. Mijn schoonvader is dat. But the pusher don't care. If you live or if you die. Mijn kat moet ik ook bijhouden, want die krijgt weer haar. Zie je dat? God damn. The pusher. God damn. Ik heb ook een tattoo om mijn snikkel, weet je? Kom op film, hè? Ja, dat kan wel even. Voel je wat, Ger? Nee. Nou, een kostje bouwen, hè. Het is vandaag eerste paasdag. De eitjes zijn getikt. Het wordt tijd voor een feestje. Want om 11 uur is de conventie van start gegaan. Bikes voor de deur, 500 jaar spinnenhuis binnen en beren gezellig. Valt niet tegen hè, met de opkomst? Ja, opkomst is goed inderdaad. Ja. Eerste keer hè? Allereerste keer ja. Ja. Spannend voor ons ook. Zit je hier te concentreren? En volgend jaar misschien een grotere locatie? Ja, dit is mijn locatie, dus groter als dit kan ik niet geven. Dus ik weet niet, ja, misschien Martin een grotere locatie zal uitzoeken. Weet ik. Hey, je bent zelf ook een keer op een dag drie keer aan de beurt geweest, hè? Met verschillende tatoeages. Nou, het was één tatoeage door drie verschillende mannen inderdaad. Kun je die nog laten zien of niet?
Mannekes aan de boek zijn in de vloer. Twee lijken gemaakt in de vloer. Ja. Mijn achternaam met die rozen. Ja. En die is inderdaad op één avond erin gezet. Oké, okay, man. Hoe is het met de animo vandaag? Ja, dat gaat goed. Ja, kan je toch ongeveer zeggen hoeveel? Nee, we hebben nog niet geteld. Oh, je gaat filmen ook echt. Ik denk, ik ga hem om. Ja, ga maar lekker. Ga maar. Je zoomt twee keer in, hè? Ik ga even inzoomen. Ja, zeker een mooie tato. Ja, prachtig. Goed bevallen. Martin gelijnd, ja. Chris gekleurd. Oké. Okay. Ja, het viel niet tegen, moet ik zeggen. Eerst een stukje naar voren, alles voelen wij als hier ook zo alleen. Maar ga goed weer, Martin. Ja, gaat prima. Ben ik klaar? Nee, de burgemeester staat er ook bij, zie ik. Bij de kraam, die gele ballonnen, daar kunt u boekjes vinden. Daar staat hij zelf, joh. Hoe is het, Dan? Ja, lekker. Heb je daar zin in hier? Heel erg naar mijn zin hier. Dankjewel. Jij komt net uit de stoel, hè? Ja. Wat hebben ze gedaan? Met zeker. Ik ben nu uit België. Ja, klopt. Voor de conventie? Ja. Speciaal hiervoor. Nee, gaat goed. Prima. Hoeveel heb je er al gedaan? Ik ben bezig met één tattoo vandaag. Doe er niet meer. Eentje is prima. Daar ben ik ook al een paar uur mee bezig. Maar denk je dat hier nou iemand is zonder een tattoo? Nee, niet. Er is altijd wel eentje met één. Op zeker. Iedereen heeft er wel eentje hier zo. Minimaal. Een dropje of een... Ja, natuurlijk een Italiaanse arm. Dus dit is een Venetische masker. Ja, die hier. Hoe is het? Ja, goed. Heb je nog wat te doen? Ja, ik zat er nog. Ja, weg naar de foto. Ben je al klaar? We kunnen nog beginnen. En wat gaat het worden? Het gaat een scheef om een bier worden. Blaast u het verhaaltje uit? Deden jullie een project voor school? In de tattoo shop? Ik blaas het nieuw leven in juist. Wat voor school is het? Stelsels College. Oh, oké. Okay. Zitten daar nog steeds paters? Nee, paters? Ja, die zijn de baas van de Stanislas. Je kunt daar ook altijd om te aanspreken met u vragen. Wat is hier nou aan de hand? Dat kan altijd. Nou, die eerste Delftse tattoo-conventie, dat is een geweldig succes gebleken. Een goede zet van de organisatoren. En de afterparty duurde tot in de kleine uurtjes. Dit smaakt naar meer. Veel meer. See you next year, guys. Je hebt wel een mooie in je nek, hè? Ja. Ik zit niet te lachen, jij. Zo. Ga jij hier maar zitten. Zo'n aardige stem heb ik op die film.